De bouw van een paddyverwerkingsfaciliteit zal de volgende maand van de grond komen. Landbouwminister Prahlaat Seudin zei eerder deze week aan journalisten deze productieunit er over 10 maanden moet gaan staan. De regering heeft goedgekeurd een 6 miljoen Amerikaanse dollars, IDB-financiering, om een verwerkingsfaciliteit voor hen neer te zetten. En dat gaat nu, volgende maand mik ik op dat die groundbreaking-ceremonie plaatsvindt. En dat ze over 10 maanden over een faciliteit beschikken. Dan hebben die kleinere boeren daar een uitweg. In Afgo, Bek Nomansuma. Je kunt je paddy daar zelf drogen. En ik dacht dat ik in een clinch zou komen met die opkopers. Maar die zeggen van minister, zoals daar uw areaal uitbreidingen plaatsvinden, wij gaan niet alles kunnen kopen. Dus we juichen het toe dat u met zo'n verwerkingsfaciliteit komt. Als de boeren eenmaal hun paddy hebben gedroogd en opgeslagen. En als wij meer paddy nodig hebben, dat zullen we ons bij hun aanmelden. De minister zegt ook dat tijdens het oogseizoen heel vaak wordt geklaagd dat er geen goede afzetprijs is en de groep te laat wordt uitbetaald. De paddyverwerkingsfaciliteit zal daarom zorgen voor oplossing van alle problemen waarover er de afgelopen maanden is geklaagd.